Nick Jansen is dinsdag benoemd als nieuwe grevier van de gemeente Pillemaas. Dat gebeurde tijdens een raadsvergadering in het Huis van de Gemeente, waar vanwege de coronacrisis maar één raadslid bij aanwezig was. Dat was John Timmermans van het CDA. Timmermans vertegenwoordigde de gemeenteraad. En daartoe is, en dat heeft de Raad ook op die wijze besloten, is één raadslid aanwezig is de heer John Timmermans. En die zal vanavond ook namens de raad instemmen met de besluiten die ik dadelijk ga voorleggen. Dat besluit dat luidt. De heer MGMT Jansen te benoemen en aan te wijzen als griffier van de gemeenteraad. En besluitpunt 2, de heer JJH Frenke te benoemen en aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van de raad. Dan kijk ik eerst naar de heer Timmermans voordat we overgaan tot de beëdiging. De raad kan hiermee instemmen en wens de heer Jansen en de heer Frenke heel veel succes met hun nieuwe uitdaging. En natuurlijk ook mevrouw Van den Munker. Prima. Dan is dat besluit genomen. Jos Frenken is benoemd als plaatsvervangend grevier van de raad. Jans is de opvolger van de Ita Joosten, die vorig jaar na tien jaar afzwaaide als grevier. Twan Huiskus nam enige tijd als lokale grevier de taken waar. De lintjesregen op vrijdag 24 april gaan in Pelemaas wel door, maar in een aangepaste vorm. Burgemeester Delens gaat dan de gedecoreerden op een speciale manier verrassen. Het persoonlijk uitreiken van de lintjes, zoals hier in beeld vorig jaar, is op een datum die later landelijk nog wordt vastgesteld. En de Limburgse land- en tuinbouwbond, de LLTB, heeft de afgelopen week meerdere meldingen ontvangen van inbraken en vernielingen van verkoopautomaten van agrarische ondernemers. De de vereniging roept boeren- en tuinders, maar ook inwoners op om extra alert te zijn op verdachte situaties in het buitengebied. De LRTB heeft meerdere meldingen van inbraken ontvangen. De automaat wordt leeggehaald en in sommige gevallen zelfs compleet vernield. De LRTB verzamelt en monitort deze meldingen en zet ze vervolgens, desgewenst anoniem, door naar het Veilig Ondernemen-netwerk.